En misschien horen jullie nu een vliegtuig overkomen. Ja. Want we zijn een klein beetje bezig met de terugreis naar Nederland. Maar wat erg mooi is om te zien, is dat wij in het verre Amerika zien dat we op school, op Stevens School, met elkaar al hele mooie dingen aan het doen zijn. We kunnen altijd beter worden of nog mooier worden. Dat gaan we met z'n allen regelen. En soms zijn we zo trots op jullie, van de klas, Lilia, dat we denken, zo, ze kunnen wel wat van ons leren. Ja, helemaal waar. En wij hopen jullie zo snel mogelijk te zien. Jullie gaan vandaag naar school, dan is het weekend. En na het weekend gaan jullie naar school. Nou, sorry. Jongens en meisjes, daar zijn we weer. Ja, Paulien is er ook, Irma en ik. Meestal zijn we even kwijt, die doet een wandelingetje. Want het is prachtig weer hier. We zitten weer op een high-tech high school in North County. Dus dat was een klein uurtje met de bus. Irma, wat zijn we nu aan het doen eigenlijk? We hebben eerst een rondleiding gehad door de middelbare school. En daarna zijn we verder gegaan naar de basisschool. En we zijn nu eigenlijk een beetje aan het kijken en bedenken met z'n allen welke dingen we... die we naar jullie toe willen meenemen. Paulien, wil jij ook nog even iets tegen de kinderen zeggen? Vooral dat we zoveel gezien hebben, dat we heel veel willen meenemen. En we zijn nu even aan het opschrijven en bedenken wat voor jullie heel leuk zou zijn om in Utrecht op de Luc Stevens School mee te staan. En de geluiden die je hoort, dat zijn allemaal kinderen die lekker aan het buiten spelen. Ja, ik ga jullie het even laten zien.